Hallo allemaal, ik ga jullie vandaag een leuk spelletje laten zien dat je thuis kunt spelen met je vader of je moeder of je broertje of je zusje. En het is niet heel ingewikkeld, je hebt alleen maar een velletje papier nodig en twee kleurtjes. Het heet boterkaas en eieren. Let op. Eerst ga je een rooster tekenen. En een rooster teken je zo. Eerst twee lijnen van boven naar beneden. En dan twee lijnen van links naar rechts. En dat ziet er dan zo uit. En als het goed is, heb jij 9 vakjes. Net als ik. Let maar op, we gaan ze tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké? Nou, dan gaan we kiezen. Ik ga met blauw tekenen. En dan mag jij met rood tekenen. Goed? En dan ga ik de kruisjes maken en jij maakt de rondjes. En dan gaan we ons de beurt gaan we een kruisje of een rondje zetten. En als je er 3 op een rij hebt, dan heb je gewonnen. Of dan heb je een punt. Laten we beginnen. Ik zet in het middelste vakje een kruisje met blauw. En dan ben jij met je rode stift. En jij zet met rood een rondje hier in het hoekje. Nou, dan ben ik weer aan de beurt. Even kijken, even denken. Dit lijkt me een goede plek. Ik zet mijn kruisje naast mijn andere blauwe kruisje. En dan ben jij. En jij denkt ook goed na. En jij denkt, ik zet hier mijn rode rondje. En dan ben ik aan de beurt. Zie jij wat ik ook zie? Als ik hier een kruisje zet, dan heb ik 3 op een rij. Dan heb ik een punt. Yeah. Leuk hè? Ga het maar eens gauw proberen thuis. Ik ben benieuwd. Het lukt je vast. Veel plezier!